In ieder geval wil ik wel zeggen dat wij dokkers, Rotterdam dokkers, havenwerkers uit heel Nederland in ieder geval al hebben laten zien wat er allemaal mis is in dit land. Ik wil ook nog eventjes aan onze politieagenten die massaal aanwezig zijn vandaag, echt heel massaal zeggen dat wij hier ook voor jullie staan. Vandaag een demonstratie van Break the System. En dat is hard nodig. Want wij Nederlanders zijn namelijk kort van geheugen. In 2008 klapte de economie in elkaar omdat banken en beurzen onze producten aansmeerden wat van geen kanten deugde. Voor deze onderwereldspraktijken werden vette bonussen betaald. Soms wel meer dan de jaarsalaris. En dat was ons geld. Maar wat wij hebben geleerd, helemaal niets. Wij hebben ons leventje weer gewoon opgepikt en wij hopen dat wij niet ontslagen worden als gevolg van de crisis. En dat is angst. Angst is een slechte raadgever. Tijdens deze angstperiode is het kabinet flink tekeer gegaan. Oplopende werkeloosheid, jeugdwerkeloosheid is nog nooit zo hoog geweest na 1987. En vanaf 1 juli dit jaar zal het aantal ontslagen fors toenemen. Omdat het voor werkgevers in Nederland goedkoop van zijn personeel af kan gaan door middel van de transitievergoeding in plaats van de kantoorrechtersverhuur. Oudere werknemers moeten langer doorwerken, voorlopig tot 67 jaar. Pensioenen worden versoberd, minder ombouw, langer betalen. De WW-uitkering wordt flink ingekort. De WW-opbouw wordt flink inbeperkt. De zorg voor ouderen wordt aangepakt, maar niet verbeterd. Dit is het rijtje waar dit kabinet trots op is. Nou, de vakbeweging en Rotterdam nog eens niet. En wij dus ook niet hier. Maar wij hebben het allemaal wel laten gebeuren. Wij havenwerkers zijn ons hele werkzame leven al werkzaam in de vol continu roosters. De zogenaamde vijf ploegendienst. Wij hadden gehoopt dat zware beroepen, en dat hebben wij, een uitzonderingspositie kon krijgen met het lange doorwerken na 65 jaar. Helaas, daar is niet naar gekeken. De economie moet 24 uur per dag, 365 dagen per jaar doordraaien. Maar werknemers die daarvoor willen zorgen, niet dus. Het kabinet en werkgevers vinden dat wij onze tijd mee moeten gaan. Dat betekent automatisering en nieuwe technologieën. Dat gaan wij baankosten. En zeker van mijn zoon of dochter. Door steeds verdergaande automatisering van de industrie, in welke sector dan ook, zullen er steeds minder banen komen en verloren gaan. Werknemers betalen loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Wie gaat dat straks doen als er steeds minder banen zijn? Het systeem waarin wij werken, werkt niet meer. De automatisering gaat de werkgelegenheid overnemen. Wij moeten ook de loonbelasting en de sociale premies gaan betalen. Want anders klopt het systeem niet meer. Maar dat willen de marktfundamentalisten lobbyen flink bij de politiek. De politiek is niet meer van ons. De politiek gaat enkel nog maar over ons. Dat is het huidige politieke systeem. En dat moet gebroken worden. Want daar zijn wij vandaag hier in Den Haag bij begonnen. Dank jullie wel.